Hij had totaal geen oog voor mij. Uh, sterker nog, er kwam een collega, vriendin uh, in beeld. Uh, hij had ook een vriendin, trouwens, een goede vriendin. Uh, ik ben dat je vriendinnen mag zijn, een vrouw mag voor mij. Maar omdat ik niet lekker in mijn vel zat, zag ik dingen die er niet waren. Mm. Dus ik zei op een gegeven moment: van, "Joh, uh, met die meid waar je nu om mee omgaat, is hij meer dan een vriendin." Ja. En ik weet dat dat niet ten goede gaat van je relatie. Maar ik denk, ja, van die mug die nou in mijn hoofd zit, daar ga ik die olifant van maken, wat het alleen maar erger maakt. Ja, en dat sprak je uit. En ik hoe sprak werd daarop gereageerd? Nou ja, ja, ik werd gek verklaard en uh, er was niks. Wat achteraf ook zo was. Oké. Okay. Totdat die tweede vriendin uh, oppopte. Mm -hmm. En daar kreeg ik hetzelfde onderbuikgevoel bij. Toen dacht ik, ja, ik ga niet weer uh, vragen aan hem of dat, dat wel meer is dan een vriendin. Ja. En achteraf uh, heeft hij het uitgemaakt en zijn die twee nu samen. Super naar om dat mee te maken. En tegelijkertijd is het de situatie extra lastig, omdat jij jouw perspectief uit die eerste relatie van toen je 16 was meeneemt naar die tweede relatie. En als dat niet lekker verwerkt is, uh, wat heel moeilijk is om te doen op zo'n leeftijd, zo'n jonge leeftijd, is dus waarschijnlijk gaat dat in je. Onder bewuste zitten, impliciete geheugen. Ga je inderdaad rode vlaggen zien waar die wellicht niet zijn. En ja. ga je de wereld ook zien door dat filter. Dus dat eerste contact wat hij had met een normale vriendschappelijke vriendin. Ga je door dat filter van de pijn uit het verleden bekijken. En komt er direct een hele heftige emotionele lading op dat gesprek. Waar je zou hopen dat twee mensen die van elkaar houden. Hier een gesprek over kunnen voeren dat lastig is, misschien moeilijk is en helemaal niet prettig is, maar in ieder geval erop gericht is om samen elkaar beter te begrijpen en te zien of ze misschien iets aan hun communicatie moeten veranderen, zodat je elkaar verder kan helpen. Ja. Maar wat je meestal ziet, is dat vanuit jouw kant inderdaad al zoveel emotie bij komt kijken dat het lastig wordt voor een andere persoon om ja. mee om te gaan. En wat ik bij zijn, bij zijn kant hoor, is dat hij niet kon handelen met het beste voor de relatie en jou ook in, uh, in oog, maar eigenlijk alleen maar een soort verdedigingsreactie liet zien van hé, hey, nee, dit is niks aan de hand, je bent gek. En daarmee jouw gevoelens onderkende. En het hoeft niet waar te zijn, maar er op zo'n manier mee omgaan laat zien dat er, een hele, dat er in ieder geval geen hele veilige basis in dat contact is waarin je met zorgen naar je partner toe kan stop lopen, je veilig kan uiten. En die hele open communicatie niet beloond wordt. Nee, dat, maar nee er was ook geen communicatie. Dat niet. Je hebt één keer er. dat gesprek aangegaan. Maar ja, ik snap dat jullie met elkaar praten. <laughs> <laughs> mag ik hopen. Uh, anders is het heel knap dat jullie 2,5 jaar hebben voor Maar hoe vond jij het dan om dat soort gesprekken aan te knopen? Angstig neem ik aan, maar het blijft in jouw systeem wel zitten. Ja, lastig. Ik ben nooit echt een prater geweest. Dus toen ik met dat idee kwam, oké, okay, ik moet het nu zeggen. Zeker omdat ik ook niet heel lekker in mijn vels had, uh, was dat lastig. Maar ik denk, ja, als ik nu niet verander, dan gebeurt dat nooit. Ja. Uh, ja. En eigenlijk, dan neem je de stap en dan wordt die ja, beloond. Klinkt misschien raar, maar je krijgt er niet de feedback van die je wilt horen. Ja. Je wordt er niet in gepleased. Nee, ja, los van inderdaad of het gepleased moet worden. Maar in ieder geval dat er een reactie gegeven wordt waarin je merkt van mijn partner is emotioneel begaan met de negatieve emoties die ik ervaar. En het is niet zo dat ik recht heb op bepaalde dingen of dat ik altijd naar met mij, zodra ik iets voel, dat het zijn verantwoordelijkheid is om daar goed op te reageren. We hebben natuurlijk allemaal onze eigen verantwoordelijkheid om ook te kijken bij onszelf wat is het stukje bij mij, bij mij. Maar wat er inderdaad heel erg mist is dat hij die Echte afstemming van, hé, hey, we zijn een team. Laten we kijken wat hier gaande is en waarom jij je zo voelt. En of ik misschien meer moet vertellen dan over mijn relatie en noem maar op. Kijk, en wat, wat er vaak ook is, wat je al zegt, ja, er was niet echt goede communicatie. En dat is wat je vaak ziet. Dat omdat er een gebrek is aan... Kijk, veel mensen komen in zo'n relatie met een soort van persona. Een soort van, dit is wat jij van mij mag zien. Ja. En een blikje daar, de blik daarachter, die ontbreekt. En idealiter heb je in een relatie natuurlijk een situatie... waarin er af en toe iets verteld wordt... waarmee je als het ware een blik krijgt achter de persona. Van, oh, dit zijn de dagelijkse dingen waar jij mee worstelt. De thema's in jouw leven. En wanneer die gesprekken plaatsvinden... ga je er automatisch al meer vertrouwen... dat het goed zit tussen jullie en dat je elkaar echt kan vertrouwen. En als dat al ontbreekt, vind ik het ook niet gek... dat jij al zo'n gevoel hebt van... Hmm, kan ik hem wel vertrouwen met die vriendin? En hoe zit het nou echt? Wat vindt hij nou echt van haar? Omdat hij daar niet over spreekt. Ja. Ja, dat is een. Uh, probleem in gigantisch veel relaties. En soms heb je zelfs dat mensen in een totaal verschillende realiteit gaan leven. Ze hebben een soort van de gezamenlijke realiteit, als in dit is wat we aan elkaar vertellen. En ze hebben een persoonlijke wereld waar ze gewoon daarnaast nog in leven. En daar kan een gigantisch groot verschil tussen zitten. Ja. Hoe um, is dat uiteindelijk uitgegaan? Hij vertelde hij tot op een gegeven moment. Hoe ben je er weer achter gekomen? Zo um, moet ik even nadenken. De week voordat hij het uit heeft gemaakt, is die heel de week. Uh niet thuis geweest. Uh, het bizarre is nog dat ik een droom heb gehad, dat die twee in de kamer bezig waren en dat zij bovenop zat en een dag later maakte hij het uit. Had hij verteld dat hij weg nee. was die week, dus hij was gewoon weg. Hij was gewoon weg, hij bleef, dus, hij bleef er ook toevallig slapen, want hij was uitgegaan. Uh, dat ik denk maar hoe kan Wat mijn onder bewustzijn daarover dromen, dat die twee vreemd gaan met elkaar, dat het meer is. Mm -hmm. En vervolgens maakt hij het uit en krijgt twee weken later een appje van... joh, hè, we gaan het proberen als relatie. Nee, ik denk, wat ik merk in dit soort situaties... is dat je onderbewust al heel veel signalen opvangt... Die, dat er iets niet pluis is. Hoe die tegen jou communiceert. De dingen die die wel vertelt, daar kun je al heel veel uithalen. Maar ook heel veel dingen die die weglaat en niet vertelt... waar je voelt dat er misschien wel wat zit. En dat zit hem in allemaal microcommunicaties gedurende de hele relatie... Waardoor je iets gaat voelen bij een bepaald persoon. En eh, allemaal als hij dan ook haar vaak ziet. En dat weet je. Dus je weet ook wel dat er wel degelijk dingen gebeuren. Maar als je er misschien naar vraagt of je vraagt hoe was het, krijg je een heel oppervlakkig antwoord. Terwijl je weet van ja, dit kan het nooit helemaal zijn. Dan voel je dat stiekem al best wel aan. En ik denk op het moment dat hij bij haar blijft slapen naar het uitgaan, week weg is en niks van zich laat horen, dat je op basis van al die gegevens, om het zo maar te zeggen, die al verzameld hebt over een langdurige tijd, yeah. al heel sterk gaat aanvoelen van eh, hier gaat iets gebeuren, hier klopt gewoon echt iets niet. En ik denk dat je intuïtie daarin een hele goede raadgever kan zijn. Ook in toekomstige situaties om dingen vroegtijdig aan te kaarten. Maar dat is het moeilijke, dat je yeah. moet durven vertrouwen op je intuïtie. Dus dat is een soort waardigheidding. En tegelijkertijd ook nog de vaardigheid moet hebben om het aan te kaarten op een manier. Die productief is, waarbij beide partners zich gehoord en gerespecteerd voelen. En dat is iets wat jij helaas nergens aangeleerd krijgt. Nee, en het sterke is nog, al mijn vrienden zeiden, ga weg bij hem. Hij, hij ziet je niet meer staan. En dan denk ik, ja, het zal wel, maar je weet niet wat er echt achter de deuren gebeurt. Het is altijd grappig dat vrienden het beter weten wat je moet doen dan jijzelf. Wat gebeurt er dan achter de deuren? Wat bedoel je daarmee? Nou, uh, met mijn verjaardag was zij er ook. En alle aandacht ging eigenlijk naar haar in plaats van naar mij. Zijn aandacht ging naar haar. naar haar. Ja. Op jouw eigen verjaardag. Ja. En wat was er dan in jou dat je toch besloot om bij hem te blijven? Ja, ik ben toch wel ouderwets. En dat ik denk van ja, het gras kan groener zijn. Maar we kiezen toch elke keer voor elkaar. En ik denk dat het ook wel ergens een stukje is dat ik bang ben om alleen te eindigen. Dat ik ja. Dan blijf ik maar bij iemand die totaal niet goed voor je is. Maar dan heb je wel iemand. Dat was toen. Nu denk ik, ja, zoek het uit. Mm -hmm. Ik ben liever alleen en gelukkig dan dat ik in een ongezonde relatie zit. Waar denk je dat dat gevoel vandaan kwam? Van beter iemand dan niemand ineens eenzaam zijn. Ik denk in de tijd dat ik echt lang vrijgezel ben geweest. Met, hoe kan jij nog vrijgezel zijn? Je bent hartstikke knap en bla. Allemaal dat soort dingen dat ik denk, ja. Is het uiterlijk zo belangrijk? Hmm. Dus omdat mensen die vraag aan jou gingen stellen, ging misschien jij ook de vraag aan jezelf stellen, als het ware. Ja. Zo, waarom ben ik eigenlijk vrijgezel? Ja, waarom ben ik eigenlijk vrijgezel? Is er dan iets met mij zo. Ja. ja, maar ja. dat ga je denken op lange ja. termijn. En ik kan me voorstellen dat dat een schaarste mindset gaat voeden, als in: Oh, ik heb nu iemand, die kiest in ieder geval voor mij, ik ben geen vrijgezel meer. Het is misschien ja. niet ideaal, maar. Beter dan niets. Ja. Beter dan weer met die twijfel rond gaan lopen. Ja, en weer dat daten. Ik heb een hekel aan daten.